Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er weer met een Action Shop vlog. Je hebt het aan de titel al kunnen zien. Ik moest naar de Action, want ik wilde wat inkopen doen voor 5 december. En ik had nog wat andere dingetjes nodig. Er zitten ook wat kerstgerelateerde items bij. Dus ik ben geslaagd en ik ga je gewoon gezellig laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Mocht je benieuwd zijn wat ik dus heb geshopt, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, de prijzen zullen zoals altijd in beeld te vinden zijn, zoals je inmiddels van mij gewend bent. En dan begin ik met twee mandjes, heel basic. Dit zijn plastic mandjes, het zijn er dus echt twee. Ik doe ze weer eventjes in elkaar. Ik was op zoek naar deze mandjes. Ik gebruik deze mandjes in huis heel veel. Ik heb bijvoorbeeld ook in dit soort mandjes mijn wasmiddelen staan. Ik heb er in de douche een aantal staan met mijn producten erin. Maar deze mandjes kon je echt bijna nergens meer kopen. Vroeger kon je ze kopen bij de Vibra, bij de Zeeman. Maar ik heb het idee dat het door het materiaal minder verkocht wordt. Omdat het eigenlijk plastic is en mensen willen natuurlijk wat plastic af. Maar ik was op zoek naar deze mandjes voor mijn handdoeken en theedoeken in de keuken. En toen kwam ik bij de Action en toen zag ik ze. Toen dacht ik gelijk, oké, er gaan er gelijk twee in het mandje. Want hier was ik nou op zoek. Dus eventjes twee mandjes voor de handdoeken en theedoeken. Zodat het er weer netjes en geordend uitziet. Dan heb ik placemats gekocht. En dit zijn kerstplacemats. Er staat op Let It Snow met een kerstboom in een bal. Ondanks dat ik met kerst meestal sowieso een dag alleen eet, vind ik het leuk om dan toch de tafel gezellig te dekken als ik daar ga zitten. En ik had eigenlijk niet echt kerstplacemats. Ik heb ze bijvoorbeeld wel voor de Pasen en ik heb gewoon mijn eigen placemats die ik gewoon gebruik met het avondeten. Maar ik vind het met kerst toch wel leuk om dan wat speciaals te doen. Dus nu zag ik deze. Je had best wel wat verschillende, moet ik zeggen. Je had ze ook met een getekende kerstman. Nou, ik denk dat dat vooral heel leuk is als je kinderen hebt, maar ik vond deze toch wel het leukste. Er zitten 4 placemats in, dus dan kan ik mijn tafel gezellig dekken. En het handige is, deze kun je gewoon even met een doekje afnemen als je gegeten hebt. En dat vind ik zelf wel heel handig. Dan heb ik een mapje gekocht. En die was ik eigenlijk de vorige keer aan het zoeken en toen kon ik ze niet vinden. Maar ik bedoelde dus deze mapjes waar dus al wat van deze in zitten. Er zitten dus al blaadjes in. En ik wilde deze dus gaan gebruiken voor mijn... kleurkaarten voor de stempels. Ik wil dus ook kleurkaarten maken van de stiften. Ze heten dus eigenlijk Display Vels. Het zijn A4 formaatjes. Er zitten 20 van die pockets in. Dus ideaal. Dat andere mapje komt even goed nog wel van pas. Maar ik vond dit gewoon handiger. En toen ik hem zag, dacht ik, nou, ik ga hem toch meenemen. Want ja, ik was er al naar op zoek. Dan heb ik een beauty kalender gekocht van Max & More. Dit is de make-up kalender. En vorig jaar heb ik ook zo'n kalender gehad. Dat vond ik eigenlijk toch wel heel erg leuk. Want ik merk toch, ik heb zelf niet heel veel met de kerst en zo. Dat je met zo'n kalender toch wat meer naar de feestdagen toeleeft. Dus ik heb hem toch gekocht. Ik weet dat een aantal mensen hem ook al hebben unboxed op YouTube. Ik heb speciaal ook niet naar die video's gekeken. Want ik wil gewoon zelf elke dag een vakje gaan openmaken. Vond ik toch wel leuk. Ik zal in een vlog dan elke dag vakje gaan openmaken met jullie samen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik kijk niet naar de achterkant, want daar staan de ingrediëntenlijsten van de producten op. En die wil ik natuurlijk nog niet zien. Kijk, dan heb ik 2 stickerboekjes gekocht. En dat zijn deze. Hier zitten diverse stickertjes in. Er zitten volgens mij ook kleurplaten in wat ik zie. Oh ja, hier zo. Oh, hier kun je bijvoorbeeld foto's in plakken. Een fotoframe. Of zou je het na kunnen tekenen? Dat kan natuurlijk ook nog. Dat zou ook wel kunnen. Nou, hier heb je bijvoorbeeld wel een aantal kleurplaten erin zitten. Maar hier heb je bijvoorbeeld allemaal stickertjes. Dit zijn bijvoorbeeld voor birthday stickers. Maar ik weet alleen niet hoe je ze... Oh ja, ik zie het al. Het zijn papieren stickertjes. En ik sta er nog wat achterop. Nee, alleen stickerboek. Maar er zitten dus heel veel verschillende stickertjes in. Hier bijvoorbeeld alles op sportgebied. Is ook wel leuk. En ik heb dus ook deze, de blauwe variant. Hier heb je wat Halloween gerelateerde stickers. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer?
Ja, een beetje relaxstickers, denk ik. Ik zie een bank staan en dat soort dingen. Wel heel leuk. En hier zitten dan ook wel weer. Ja, hier heb je dan bijvoorbeeld ook I want to read voor een boekenlijstje en dat soort dingen. Er zitten best wel wat dingetjes in. Ik vond deze wel heel leuk. We gaan even graven hoor, want. Ik heb een pakje met potloodjes gekocht. En dat zijn deze. Dit zijn neonkleurtjes. Dat vond ik wel heel leuk. Ik heb zelf geen neonpotloden. Je kunt ze gebruiken op licht gekleurd en donker papier. Ze zijn super soft lead. Ik denk dat ze een hele zachte punt hebben. Je hebt trouwens 6 neonkleuren, maar ook 6 reguliere kleuren. Ze hebben dus een super zachte punt. Wat ik al dacht, staat nu ook achterop. Dus ik vond ze wel leuk uitzien. Ik dacht, nou, dat is wel leuk. Neonkleur is altijd ook wel leuk om te gebruiken. Ook in combinatie met neonstiften. Dan heb ik een setje met kerstoorbelletjes gekocht. En ik had vorig jaar voor het eerst kerstoorbellen in. Die waren uiteindelijk niet heel kerstgerelateerd, want het waren schaatsen. En toen zag ik deze. Ik dacht, oh, dat is wel leuk. Volgens mij staat er Merry Christmas op. Maar dat valt een beetje weg doordat er twee van die mare takjes bij zitten. Je kunt ze gewoon zo in doen en dan heb je dus hangende. Die vond ik wel heel leuk. Ik heb als goed is ook nog een paar knopjes, maar die zullen onderin de tas zitten. Nou, dan even de cadeautjes voor 5 december. Ik heb voor Lente allereerst dit pakje gekocht van Peppa Pig. Er is een kans dat ze hem misschien al wel heeft, ga ik vanuit. Want ja, weet je, dat kun je soms niet verwezen, maar volgens mij zijn deze altijd wel makkelijk. Voor bijvoorbeeld fruit of ja, ik denk dat je hier ook nog wel yoghurt of zo uit kan eten of kwark. Dus ik vond hem gewoon zo leuk met Peppa Pig erop. Volgens mij zijn het Peppa en George, dus die vond ik wel heel leuk. Volgens mij had je best wel wat verschillende designs, zeg maar. Maar ik vond deze wel heel leuk. Hij staat op dat die vaatwasmachine bestendigd is. Nou, ik zal het geloof ik niet doen, maar ik vond deze wel heel leuk. Dan heb ik voor Lente deze etui gekocht van Peppa Pig. Lente is heel erg van het kleuren en van het tekenen. En ik dacht, nou, deze is wel heel erg leuk. Volgens mij kan er best wel wat in. Ja, er kan op zich best wel wat in. En weet je, het gaat toch ook om dat ze haar spulletjes netjes kan opbergen. Wat ik wel heel leuk vind, is ook dat hier aan die rits Peppa Pig staat. Dus ja, gewoon een superleuk etuietje. En ja, ik dacht. Dat is wel leuk voor erbij, want helemaal nu ze wat meer in het teken is, is het gewoon handig om je spullen netjes op te bergen. Dan heb ik van Peppa Pig ook nog jumbo stamps gekocht. Lente is dus heel erg van dat knutselen. En ik zag deze stempels. Er staat op dat ze eigenlijk vanaf 4 plus zijn. Maar ja, weet je, Lente stempelt toch met iemand erbij. Als ze tekent is er toch iemand bij. En als ik zie hoe dol ze op stickers is, denk ik dat ze stempelen ook wel leuk vindt. En op zich, ja, weet je, volgens mij, als je er gewoon bij bent, is het niet zo heel erg. En anders laten ze ze nog even liggen totdat ze iets groter is. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Het zijn geen Peppa Pig's figuurtjes die stempelt. Die staan er gewoon op. Voor Frank heb ik 2 kristal glazen gekocht. Dus 2 van deze met een hele mooie gouden rand aan de bovenkant. Ja, het zijn water/whisky glazen. Nou ja, kan hij er gewoon net in doen wat hij wil. Ik vind het voor een man altijd heel lastig om wat te verzinnen. Maar doe je gewoon nog iets van drinken bij. En dan ja, vul ik er eentje met wat van die pepernoten. En dan pak ik het gewoon leuk in. Dus ja, het is niet heel hoog staan, maar ik vind het gewoon altijd heel lastig. En ik denk dat dit soort glazen voor hem wel heel handig zijn. Dan heb ik 2 mokjes gekocht voor mijn moeder en Nathalie. Dit zijn dus kerstmokjes. Ze zijn verder hetzelfde, maar het is ook, ja, ze zien er wel gezellig uit. Ik heb dit jaar niet te moeilijk gedacht. Ik dacht, nou, weet je wat dan wel leuk is? Dan doe ik voor Nathalie, doe ik er een theezakje in. Met een zakje suiker, dat dek ik dan eventjes af. En dan heb je eigenlijk gewoon een compleet voor de thee. En dan voor mijn moeder, ja, het is verder dezelfde. Voor mijn moeder doe ik er dan een koffiepet in met een melkcupje en een zakje suiker. Ik denk dan hebben ze dat gewoon, ja, dan hebben ze dat gewoon zeg maar bij elkaar. En voor erbij heb ik dan blikjes. Dit zijn kerstblikjes. Gewoon leuk om neer te zetten.
En die vul ik dan ook met pepernoten. En dan zijn dat eigenlijk de cadeautjes. Ik heb gewoon dezelfde gedaan. Ik vond dit ook de leukste die er waren, moet ik zeggen. Dus ik heb voor deze gekozen. Dus ja, wel gewoon twee leuke blikjes. En ja, dat zijn dan even Sinterklaas cadeautjes. Weet je wel, lettertje erbij. En je bent hartstikke ver. Maar ik vond dit gewoon wel heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga nu dit jaar gewoon voor wat simpelere dingen. Ik denk niet te moeilijk. Maar ik denk dat het evengoed wel heel leuk is. Dan heb ik een notitieboekje gekocht en ik wil toch wat meer planningen gaan maken, ook op papier voor YouTube. Want ik merk dat het wat meer rust in mijn hoofd geeft. En ik kwam deze tegen met Minnie Mousejes erop. Die vond ik wel heel leuk. Ik ben dol op Disney. Ik vond die met Minnie Mouse wel heel leuk. Ze hebben ook een ring, zeg maar, dus dat is wel ideaal. En er zitten 80 blaadjes in, dus daar kun je wel even vooruit om een planning mee te maken. Volgens mij hadden ze nog wel andere figuurtjes. Maar bij de Action waar ik was stond er alleen nog Minnie Mouse. En die vond ik toch wel heel leuk. Dus die. Dan heb ik twee keer een shampoo gekocht. En dat is de Gotta Love Nature. Dit is de Coconut variant. Er zit kokosnootolie ook in. Ja, de shampoo is gewoon... De shampoos die ik eigenlijk moet gebruiken, de prijzen zijn zo gestegen dat ik een beetje op zoek ben gegaan naar de goedkopere varianten. Want om nou 5 euro voor een shampoo neer te leggen waar ik echt die mum van tijd doorheen ben, vind ik eigenlijk gewoon te gek voor woorden. Dus toen kwam ik deze tegen. Toen dacht ik, laat ik deze gewoon eens proberen. Ik heb er gewoon 2 van ingeslagen. Ik heb ook al een... Van deze lijn een conditioner. Dat is niet een kokosnoot conditioner. Maar die bevalt eigenlijk best wel goed. En hier zit gewoon 500 ml in. En ze zijn zo goedkoop. Dus ik heb in ieder geval daar 2 shampoos van meegenomen. En als ze dan heel goed bevallen. Dan ga ik in de toekomst gewoon even wat inslaan. Want ik vind het gewoon zoveel schelen. In combinatie met de merken die ik eerder gebruikte. En je nu gewoon best wel kijkt naar de prijs-kwaliteits-verhouding. De flessen die ik eerst kocht, volgens mij zat daar 300 ml in. Dan was ik 5 euro kwijt. Nou, ik denk misschien heeft deze 2 euro gekost. Misschien iets meer, maar dat heb je kunnen zien bij de prijs in beeld. Dan heb ik ook nog weer eventjes deze meegenomen. De... De Dove met de cucumber en green tea. Deze heeft trouwens wel... Hele bijzondere tekst op de voorkant. Maar goed, ik heb ze dus een tijd niet kunnen kopen. En Action heeft ze dus momenteel weer. Dus ik dacht, nou laat ik er nog maar even eentje meenemen. Er zit 450 ml in. Maar ik vind deze altijd zo lekker. En omdat ik ze al een tijd niet kon vinden, dacht ik, nou nu gaat er weer eventjes eentje ook weer mee. Dan heb ik in ieder geval weer even wat staan. Nou, dan heb ik hier ook nog de conditioner. Dit is de Pure Argan. Ik had hier ook heel graag de shampoo van willen hebben. Maar die hadden ze niet. En deze vond ik al wel heel fijn. Dus vandaar dat ik deze nog een keer heb meegenomen. Hier zit dus ook 500 ml in. Het is dus uit dezelfde lijn. Of is het een andere lijn? Oh nee, het is een andere lijn. Ik dacht dat het dezelfde lijn was. Maar dat maakt ook niet uit. Ik vond hem in ieder geval heel fijn. Dus vandaar dat ik hem nog een keer heb meegenomen. Ja, ik ga een beetje naar de onderkant. Dan heb ik nog een, van Betty een multi-purpose balm met chia butter. Deze is voor een droge lippen en een droge huid. Nou, droge lippen heb ik veel last van, een droge huid ook momenteel. Dus ik kwam deze tegen en ik dacht, nou, het is Protect, Soothe and Care. Hij is vegan. Dus ik denk, nou, kan ik wel eens proberen of dat werkt. Want ja... Nu het allemaal gewoon wat kouder is buiten, merk ik dat mijn huid best wel ja, last heeft van droge plekken. Dus dan ga ik dit gewoon eens proberen. En op zich vind ik Betty best wel een goed merk. Ik heb ook al een nieuwe agenda voor 2023 gekocht. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik wel weer een agenda zou gaan doen. Omdat ik het niet zeker wist. Maar ik dacht, ja, ik vind het toch wel fijn om te gaan doen. Dus ik heb... Deze gekocht. Ik vond deze wel heel mooi met deze print. Maar ook handig omdat hij ringetjes heeft. Er zitten ook hele mooie tabblaadjes in zoals je kan zien. En je hebt, kijk, bijvoorbeeld hier. Dit zijn de weken dan. Dus je hebt gewoon, het is best wel groot. Je hebt best wel veel ruimte om te schrijven. Ook ideaal voor als je bijvoorbeeld...
op school zit of gewoon voor je werk, vind ik dit wel heel handig. Er zit zelfs zo'n mini lineaaltje in. Maar ik vond deze gewoon wel heel mooi. Je kunt ook nog wat notities achterin kwijt, e-mails, websites. Nou, ik vond het gewoon een hele mooie agenda. Ik kwam deze tegen. Ik dacht, nou, die ga ik mooi alvast kopen voor het nieuwe jaar. Dan heb ik nog weer eventjes twee verfrissers gekocht. Ze gaan er best wel hard doorheen. Ik kreeg laatst te horen van iemand die zei dat deze verfrissers best wel gevaarlijk konden zijn voor je huisdieren. Maar ik heb de verfrissers heel hoog opgehangen. De katten kunnen er niet bij, dus in feite hebben ze er absoluut geen last van. Je ruikt alleen de frisse geur. En apple cinnamon deed me al wel een beetje denken ook aan de feestdagen. Dus ik dacht, nou die neem ik gewoon mee. Die zag er wel goed uit. Ik hoop trouwens wel dat dit goed werkt. Want ik merk wel soms bij de Action met hun eigen merk dat ze niet in alle verfrissers even lekker werken. Maar we gaan het zien. Dus ik heb het gewoon twee dezelfde meegenomen. Ik heb inmiddels volgens mij vier van die verfrissers staan. Dus het gaat best wel hard doorheen. Maar nogmaals, ze hangen dus hoog. Dus mijn katten die kunnen er geen last van hebben. Dan heb ik... Ja, ik vond het wel heel gezellig. Drie Diamond Paint, dat zijn eigenlijk nachtlampjes, gekocht. Ik vind het niet per definitie nachtlampjes, want ze zijn kerstgerelateerd. Dus ik dacht, het is wel leuk om met kerst in huis te zetten. Het zijn dus lampjes die kun je dus zelf in paint. Ik zal het zo eventjes laten zien, want er is er eentje open. Ik heb er hier eentje met de kerstman die een cadeautje vast heeft. Dan heb ik hier een rendiertje, ook wel heel gezellig. En dan heb ik de kerstboom en deze is dus al open. Je krijgt dus gewoon weer een bakje, oh, dat is wel een beetje karig hè, één zo'n stukje met wax. Een pennetje. Nou, dan heb je hier een hele zak met allemaal steentjes. Dat is trouwens nog wel een leuk gedoetje. Nou, dan heb je hier zeg maar het dingetje wat je moet painten. Het is wel heel klein wat ik zo zie, dus het wordt wel een uitdaging om dit te doen. En dan heb je hier zeg maar het lampje, daar moet een batterij... Oh, dat is wel drie batterijen, dat is wel fors. Maar als je hem dan klaar hebt, dan zet je hem zeg maar hier zo in. Met batterijen erin en dan kun je hem door het middel van het knopje aanzetten. Ik vond het er wel heel leuk uitzien, dus ik dacht, nou, ik wil dat toch wel... Gaan proberen, dan zeg ik het gewoon gezellig in huis met de kerst, weet je wel. Kerst is voorbij, je ruimt het weer op. Ik ga er hier even door met alle dingetjes. En dan heb je gewoon hartstikke leuk wat meer lichtjes in huis. Even kijken, wat hebben we dan nog? Dan heb ik een smartwatch stand gekocht. Dat is een standaardje voor je smartwatch. Ik heb natuurlijk een watch. En met opladen is het gewoon handig als je ergens kan staan, dat je het ook kan laten staan. Want ik mik het nu gewoon elke keer in mijn la, vind ik niet zo handig. Deze is dus voor de Apple Watch, tenminste suitable voor de Apple Watch staat erop. Je had hem in diverse kleuren, het is dus gewoon zo'n houdertje. Je steekt aan de bovenkant zit een rondje zoals je hier kan zien. Hier gaat de oplader van de Apple Watch in. Die is rond. Ik weet niet hoe dat bij andere watches is. Maar die van de Apple Watch is rond. Die steek je hierin. De rest van het snoertje steek je hier door het kleine gaatje. En dan leg je hem erop en dan kan je hem opladen. Dus dat leek me ideaal. Even kijken. Ja, dan hadden ze nieuwe kleuren van de Choke Inkpads. En die heb ik meegenomen. En ja, dat zijn gewoon deze. Ik heb hier al eens een losse video over gemaakt. Maar dit zijn dan vanaf de nummers. Ik heb hier de nummers 81 tot 84. Ik had zelf tot nummer 72. Hier heb ik ze van 77 tot 80. Dan hebben we hier 73 tot 76. De laatste die ik heb, dat is 85 tot 88. En dit waren de nieuwe kleurtjes die er waren. En aangezien ik het heel erg leuk vind om hiermee te werken, heb ik ze toch weer gekocht. Omdat ik ze toch wel heel gezellig vond.
Dan heb ik nog een figuurponsje meegenomen. Ik vind het toch wel heel erg leuk om hiermee te werken. Ook in mijn bullet journal. Dan heb ik gewoon wat verschillende figuurtjes. Dit is een bloemetje, denk ik. Vlindertje. Klavertje 4 is het. Ja. Je moet hem zo houden en dan krijg je dus een klavertje 4. Dat is nog een ponsje. Even kijken hoor. Wat hebben we dan? Dan heb ik een face masker gekocht van de Beauty Dept. Dit is een aardbeien gezichtsmasker. Leek me wel heel lekker. Het leek me wel leuk. Een smoothing strawberry face mask met rood fruitcomplex. Er zitten voor 96% natuurlijke ingrediënten in voor een droge skin. En ja, het leek me wel leuk. Ik denk ook dat hij heel erg lekker ruikt. Zal ik eens ruiken? Oeh! Weet je waar me dit aan doet denken? Vroeger had je voor kinderen had je aardbeientandpasta. Daar doet het me aan denken. Ruikt heel erg lekker. Ik ben wel benieuwd hoe dat een beetje, of dat ook opdroogt. Dat denk ik niet. Maar gewoon een gezichtsmasker op zijn tijd is nooit verkeerd. Dus die heb ik in ieder geval gekocht. Daar ben ik heel benieuwd naar. Beauty Dept heb ik al wel goede ervaringen mee. Dus ik ben benieuwd. Oh, dan hebben we hier nog het setje met andere oorbelletjes. Dit is I Love Kerstboom. Met een kerstboompje. Vond ik ook wel gezellig. Ik dacht, ja, het is gewoon wel leuk om met de kerst dan in ieder geval ook wat kerst in je oren te kunnen doen. Ik vond deze wel heel leuk. Bij de Action zijn de oorbelletjes echt heel goedkoop. Ze hebben best wel veel. En ik vond oorbelletjes het leukste. Dan heb ik een setje met 4 lipglossjes. Het zijn de Let's Swirl. 4 keer lipglossjes. Hier zitten dus 4 lipglossjes in. Zoals je kan zien, er zitten de cherry scent, raspberry scent, caramel scent en blueberry scent. Oeh, caramel. Ze doen me denken aan die swirl ijsjes die je vroeger op het station, bij sommige stations had je zo'n swirl tent en dan kon je dus ijsjes bestellen. Daar doen ze me wel een beetje aan denken. Ze zien er wel heel bijzonder uit. Leuk, misschien ook nog wel leuk om te testen in een losse video, mocht je daar benieuwd naar zijn. Dan heb ik nog een kleurtje nagellak en dat is deze. Dit is deze kleur. Ik er ook wel heel gezellig uitzien. Dus die heb ik ook nog eventjes gekocht. Ik vind het leuk om nagellak te testen. En ja, ik vond deze kleur, die had ik nog niet. Dus die vond ik wel leuk. We zijn er bijna doorheen. Even de laatste spulletjes eruit halen. Ik heb hier allereerst nog een lippenmasker. Dus een overnight lipmask. Die vond ik er wel heel interessant uitzien. Ik ben echt dol op lippenmaskers, vooral als je lekker in de nacht kan gebruiken. Het heeft een strawberry geurtje. Hij plakt niet en heeft een gentle lipformule. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik kwam deze tegen en ik dacht, die ga ik gewoon lekker proberen. Dus ziet er wel lekker bijzonder uit. En dan heb ik 3 liquid eyeshadow sticks, die waren nieuw. En dat zijn deze. Ik kan de naam helaas niet zo heel goed lezen. Ik kan het proberen. 215 Manhattan. Dat is deze kleur. Dan heb ik hier de 238 Iets met darks. Or darks heet die. Dat is deze kleur. Ook wel leuk. En ik heb een blauwe. Dat is deze kleur. Zo. Dat is 272 Tokyo. Deze waren nieuw. Leek me wel leuk om te proberen. Mocht je het leuk vinden om hier een extra video over te zien. Dan mag je dat altijd laten weten. Dit was dan alles wat ik bij de Action heb geshopt. Ik ben er in ieder geval wel weer heel erg blij mee. Ik ben benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik bij de Action heb geshopt. En of jij er later nog bent geweest. En of jij misschien nog wat leuke dingen hebt weggehaald. Misschien ben je ook al wel bezig een beetje met de kerstgerelateerde dingen. Ik ben in ieder geval blij om de producten lekker te gaan gebruiken. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Ik hoop in ieder geval dat je het heel erg leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Volg mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien.
Doei!